We zijn er weer live vanuit deze locatie en we hebben de défilé gehad. Mensen zijn komen kijken en natuurlijk willen we weten wat de mensen ervan hebben gevonden. Het was een hele korte défilé als je me dat vraagt. Maar ja, we zijn er weer en we gaan dus dan de reacties vragen. Ik zie heel wat mooie dames hier. Hoe gaat het met jullie? Ja, het gaat heel goed. Met jullie? Nou, jullie zien er prachtig uit. Dankjewel. Mooi. Gefeliciteerd met 48 jaar servilé. Jullie ook allemaal gefeliciteerd. Ja, ja. En wat? Het was te kort, no? Wat vinden jullie van de défilé? Het was prachtig. Het was heel mooi te zien. Mooi. Het was heel mooi. Die mevrouw vindt dat het niet mooi was. Nee, défilé was heel mooi. Ik vond het heel jammer mooi. Jammer dat het korter was. Ja. De volgende jaren had je veel meer groepen. Mm-hmm. Maar ja, de situatie in dit land... Laat me horen wat deze mevrouw zei. Ik vind het kort. Het was kort, ja. Niet mooi. Niet alle groepen voor ons mee zijn gekomen. Ja, ja. Ik denk het niet. Het was te kort ook voor vele mensen. Ze hadden meer verwacht, denk ik. Ja, ja, zeg het eerlijk. Wat vind je ervan dat je op een afstand moet kijken? Ik op een afstand, ik vind het niet goed. We konden gewoon langs de rij staan. Zoals vroeger, hè? Als vroeger. Ik denk dat het weer gaat komen. Wanneer gaat het weer komen? Misschien over 2 jaar. Dan is deze regering weg, zeg je? Tuurlijk. Je pina, dat is eerlijk. Het is niet wat het wezen moet. Je geld raakt zo op en alles wat je verdient. Trouwens, ik was 1975, ne? Ja. Was ik niet in het land. Ik heb het niet meegemaakt. Die onafhankelijkheid? Ja, ik heb het niet meegemaakt. Ik was in het buitenland. Ja. Ik werkte in Nederland. Maar je zegt iets opmerkelijks. Na 2 jaren kan het wel beter zijn. Het kan. Het gaat. En hoop je dat? Ik hoop het. We gaan het blijven volgen. We moeten een verbetering zien. Ja, ja. We moeten een verbetering, eerlijk waar, we moeten een verbetering zien. Het is een discriminerend, eerlijk gezegd, is een discriminerend regering. Mm. Je kan niet eerst je mensen zetten en wanneer je nu uitkomt, dan ga je nou andere mensen zetten in de regering. Nee. Het is een discriminerend regering, je mag het zeggen. Ja, ja. Ja, eerst je mensen en daarom heb ik de mensen gewaarschuwd om een stem die man die ziet. Je bent waarschuwsman? Ik ben waarschuwsman, ook bij de stembureaus. Oh. Heerlijk. Maar Deno Arki? Deno Arki, die man heeft zijn ding al van tevoren geregeld. Hij had het al geregeld. Ja, kijk, Raghubar Singh was in de NPS-regering, heeft het heel goed gedaan. Heel goed gedaan, hij is een christen ook. Hij is een RK, hij is een christen. Mm-hmm. Maar ja, ik zie dat hij achteruit gaat met zijn... Ik heb een heel klein gekend. Oké. Okay. Ik heb een heel klein gekend. Okay. En hij kent me ook. Dus, Laten we eerlijk zijn, gefeliciteerd. Het was te kort, het was niet wat de mensen, denk ik, verwacht hadden. En de défilé. Maar ik vond het niet zo. Was niet zo leuk? Nee. Oké. Okay. Dank u wel. Een veel fijne dag verder. U ook, hoor. Ja, dank u wel. Oké, okay, leuk. Mooie kinderen allemaal. Gefeliciteerd Suriname. Gefeliciteerd Suriname. Mooi, doei doei. Hoeree. De kinderen die hebben dus dan gefeliciteerd. Hoe gaat het? Je vindt te relaxen. Heb je genoten van die défilé? Was een beetje laat. Je was een beetje laat, je hebt niets meegemaakt dus? Ja, einde. En wat vond je ervan? Minder dan de voorgaande jaren. Je hebt niet echt kunnen genieten. Mm-mm. Wat vind je ervan dat je hier moet zitten en tot naar daar moet kijken? Ik was aan die kant, ben net hier gekomen, want ze wilden lopen. Maar je hebt alles goed kunnen zien? Ja, ja, ja. Okay. Maar dan nog vind je het minder? Ja. Waaraan ligt het, denk je? Ik denk de situatie in het land. Ja, ja, ja. Maar goed, ja. Geniet zo met je hondje erbij. Ja, jij ook. Maar hoe oud is zo'n hondje? Het is haar hondje, dus dan moet je er vragen. 2 maandjes. Oh, mooi. Heel mooi. Goed, en dat hebben we ook gedaan. We vragen de mensen hun reactie over de défilé. En dan horen we wat de mensen dus dan zeggen. Dag mensen, hoe gaat het met jullie? Het gaat. Mooi. Heeft u genoten van de défilé? Ja, we hebben genoten, maar liever geen commentaar. Liever geen commentaar? Nee. U houdt die commentaar voor uzelf? Jawel. Waarom? Waarom? Nee, liever niet. Liever niet? Nee. U gaat geen goede dingen zeggen. Liever geen commentaar, zegt deze mevrouw. We proberen de weinige mensen die we hier op de been zien vragen wat ze vinden van défilé. Dag mevrouw, hoe gaat het met u?
Het gaat. Goedemorgen. Of wat kroetu zo? Wat vond je van Defilé? Ja, het was leuk. Ja. Ja. Sommige mensen zeggen dat het te kort was. In ieder geval niet. Ik ben bezig met oliebollenverkoop. Hoeveel heeft u al kunnen verkopen? Ik weet niet, want ik ben gaan gek horen. U bent van... De pizza. Oh, nice. Ja, padvinderij. En wat kost een? Een pakje kost 50 SRD. En hoeveel zit in een pakje? 3. Berto houdt van bollen. Hij eet bollen vaak. Bollen. Hij is een bolleneter. Ik ben aan die kant gegaan. Maar nu. Kunnen wij ook kopen? Jawel. Roep die andere even. Roep die andere even. Berto, dan kom je aan je trekken. Hij houdt van bollen eten. Oliebollen. Olie, ik weet niet welke bollen, maar... Ik wil een liedje zingen. Je wilt een liedje zingen? Ja. Zing maar. 25 november. Frank van Piet van Mang Pijing. Varning, varning. Srividen Fino. Wie heeft je dat lied geleerd? Je vrouw. Oh, en hoe heet je vrouw? Je vrouw Marcia. Oké, je gaat het nog één keer voor ons zingen. 1, 2, 3, go! 25 november. Frank van Piet van Mang Pijing. Varning. Farming, Srividen Fino. Mooi, gefeliciteerd. Heel goed gedaan. We gaan naar die oliebollen van Berto. Hier moet je kopen. We gaan 1 pak kopen. Jullie hebben geen kleingeld, dus ik moet 2 kopen met andere woorden. Gewoon zo. Is een verkoopstrategie, no? Dat jullie zeggen dat jullie geen kleingeld hebben. Kijk, 1. Maar die zei dat er 3 erin zou zijn, toch? Oh, 3. Oké. Okay. Ik eet geen... maar goed, alsjeblieft. We hebben voor Berto gekocht. Hey. Mag niet vallen. Maar goed, we gaan verder. Meneer, meester, hoe gaat het met u? Sorry, only English? You are speaking English. You are here in Suriname. Yes, a little bit. We are from Germany. Can you tell us how do you look at this moment? It's the Independence Day. Yes. Yes. And you like it? I like it, yes. And we stay here for 2 weeks for okay. Holiday. And now, today, mm-hmm. We are here. Mm-hmm. It's and fine. You are enjoying everything. Yes, we enjoyed everything. Yes, it's fine. When you're back in your country and men, how do you say that? They ask you about Suriname. Yes, the people are very, very friendly. Mm-hmm. Very friendly, mm-hmm. Yes. And... much ethnicities, yes, much cultures mm-hmm. Here, mm-hmm. Yes. We want to go to the rainbow, to the rainforest on Monday. Okay. Yes, and it's a very nice place. Suriname is a very nice country. Yes, very nice. Okay, yes, thank you. We like it. We also like it. Okay, yeah. Mooi. En zo gaan we verder. Meneer Abbas, waar gaan jullie verder? Cool, just waar we gaan. Meneer, je gaat niet voor Servide Zuidu? Ah, met jou, de Cinco Eve, Colucus, heb je zo. Maar van je vindt hij hier zien? Boy, normaal. Normaal, de piste is bij je mee. Ja, ik vind verkleken aan, hoe dat. Slap. Zwakkie. Ah, zwakkie. Dat komt naar Boebaka hekken, Lucas. Dus eigenlijk dat ik naar veiligheid, maar ik wil even dat. Het is zo vreemd. If bijvoorbeeld aangeren de trost als volk, als Surinaamse bevolking. Dat me vind van dat met de man over santo. Want normaal in dat ding dat bijna druk te zijn weet je. Maar je hoort maar baka hek dat zijn ding. Dat aan haar santo. Die tijd is maar ook in haar leeft. Dat je in haar teven dit raar regeren. Bijna je bent wat op street, peace, redden, street. Ja. Dat met hij niet ook. Maar je zou zijn haar reden of de man. Maar je zou nationalist enkelijk na onderzoek hem. Doe ik als zijn haar. Maar dat je veiligheidsredenen. Nee, no, zijn veiligheid. Soms zijn veiligheid. Ja, waarschijnlijk. Als president heeft hier veilig to, genoeg. Hoe tja, dit smaak was op kurs bij. Nee, ik ben niet de president. Ik ben niet de president. Maar dit is een president. Dit is een president. Ik ben niet de president. Vaak aan de jaren 10, 20 jaar geleden of 50 jaar geleden. Want een president is een president. Dat is een president. Maar dit is een president. Ik ben niet de president. Ja. Dus ik vind het zo jammer wel, maar... Ja. En hij broek aan hier sfeer? Ja, dat met hij toch. Dus ik heb nog even wachten, ik dacht dat hij me stak. Dus even om de petje, ik heb een stuk bakken of zo. Ja, maar zou jij gewoon feliciteren, Sarana? In een moeilijk tijd zou je dat doen, zou je dat tegen, Sarana? Wel,
Ja, we feliciteren Renang en Adi. En met deze man, we gaan toen zitten aan het doen. We gaan zo niet regeren, dat ik nog moet regeren of klagen. Ja. Ik van Michel Lende, dat ik je bel Pina. Dat Pina ook niet meer. Hij is niet meer. Dus hij komt zo grappig over mijn realiteit. Ja, ja. Hij klagen niet meer, dus op het doen. Maar als je me voor toe, om zo, voor toe, tomaties, voor toe, peper. Dus. Je doet ons aan die man, dus dan klagen we om ze naar te keren. Nou, als even grond op de keer, heel goed, maar. Nou, je doet ons aan die schrijf, dus dat even. Thank you, brother. Lobby. Ik kan die, hè? Ja, man, bless you. Oké. Okay. Miguel Abbas was dat. Met u wij ook even hebben gesproken. Hier live bij DTV, waar televisie kijken anders is en mensen keren zich om voor ons. Mevrouw, waarom keert u zich om voor mij? Nee, echt? Ja. Nee. Je bent mooie baby, is mooi. Je kan gewoon lekker in beeld komen. Hoe gaat het met je? Goed, met u? Goed, goed. Heb je genoten van, van de defilé? Ja, ik ben er net, dus... Je hebt het niet gezien? Nee, ik ben net te laat. Ja. Wat toch die vraag, hè? Wat vind je ervan dat je achter het hek zo moet staan om alles mee te maken? Nou... Wel wat minder, ja. Maar... Ik neem aan dat ze parachutespring wordt hier gedaan, ja, no? Dus ja. Dat wil je wel zien. Ja, sowieso. Ja. Ja. Mooi. Jouw kind, hoeveel maanden terug? Drie. Drie? Mooi hoor. Dank je wel. Gefeliciteerd. Dank je. Mooi. En dat hebben wij ook gedaan. Allemaal mensen die wij dus daar tegenkomen hier met defilé. En mensen, kijk mevrouw, als je omkeert, ga ik met u praten. Je moet niet omkeren, je moet gewoon staan. Als je draait, moet ik vijf gaan naar jou. Ego. Je geniet? Ja hoor, ik geniet. Mooi, wat vond je van dat defilé? Ik vond het prachtig. Oké, okay. Mm-hmm. Je hebt alles kunnen zien? Jawel, ja. Vanuit deze afstand? Nee, ik stond daar zo. Oh ja, daar heb je alles kunnen zien, ja. Mooi. En wat zeg je van Srividensie? Wat zeg je aan Suriname wanneer het gaat om Srividensie? Van jou feliciteert eraan, joh. Hoe ga je Suriname feliciteren? Ik wil Suriname feliciteren met, onze 48-jarige... Als evidentie van het jaar. Ja. Jawel. Geweldig. Okay. Ik drijf eens een gimme morgen. Yes. Mooi. Dat is ook gedaan. Ik loop even langs. En mensen, als mensen zich omkeren voor me, ik ga dus maar zij keren zich om. Dat dus, moet je niet doen. Dag mevrouw. Hallo. Hoe gaat het met u? Goed hoor. Geniet je van die defilé? Ja, nog steeds. Oké. Okay. Wat vond je ervan? Nou, geweldig. Ja. Ja, we hebben genoten. Ik ben sinds vanmorgen hier. Oké. Samen met die kinderen dus? Ja, met de familie. Oké. Okay. Ja. Mooi. En wat gaat je felicitatie zijn? 48 jaar Srividensie? Nou, ik feliciteer de heel Suriname bevolking. Mm-hmm. Ja, mijzelf, u ook. Ja. Dus ik hoop dat 50 jaar iets groter wordt. Ja, inderdaad. Want nu is het een beetje beperkt. Ja, beperkt. Ja. We moesten rennen naar de andere kant. Daar weer zo kijken. Het was een beetje rommelig, vond ik hoor. En een beetje vermoeiend toch? Ja, vermoeiend. Ja. Vooral. Maar goed, gefeliciteerd. Is goed, dankjewel. Dank je. Fijne dag voor u. Je ook. Mooi, dat hebben we gedaan. En de iets wat heren hier, hoe gaat met jullie? Geen commentaar. Geen commentaar? Nee. Ik wilde Ali vragen van hoe was het toen en hoe is het nu? Ik heb geen commentaar. En waarom heeft u geen commentaar? Nee, omdat ik er geen zin in heb. Oh. Meneer, bedankt. Bedankt voor je. Ik wil geen, verder niet praten. Maar dat Ogrima je play? Meneer play Ogrima, ik wil niet praten. Bedankt, bezoek bedankt. Deze man is zo Ogrima, hij wil niet praten. Maar wij willen wel met je praten hoor. Maar ik wil niet praten. Ik zou het heel fijn vinden, voor dat even. Bezoek bedankt. Mooi, en dat hebben wij gedaan. Hoe dat was tof joh. Mooi, en dat hebben we dus dat ook gedaan. Dus DTV nog altijd live vanuit deze locatie. Dag mevrouw. Vanuit deze locatie. Het is echt grappig om bepaalde mensen te zien hoe ze reageren hoor, wanneer je even wil praten met ze. Maar we are wij genieten van het moment. En dat moet zo blijven. Maar goed, straks hebben we dus dan parachute. En dan gaan we dus dan kijken hoe dat zal gebeuren. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met jullie? Prima. Ik stoor het tussen het gesprek. Oh, dat hoort erbij. Daarvoor zijn we vandaag hier. Jullie zijn vakantiegangers? We komen,
Ja, ja, ik ben in feite komen overwinteren, ja. Want hier is mijn naam voor streng. Ja. En ik ben en blijf een Surinamer, waar ik dan ook woon. Uh-huh. Maar hier ben ik er vaak. Want hier heb ik altijd deelgenomen aan die eerste Srividentie marathon. Okay. Wat jullie misschien niet weten, in 2004. En dat was een proefmarathon. En dat was ik uitgenodigd hier naar Onafhankelijksplein in de tuin. En 2005 was Suriname 30 jaar onafhankelijk, werd ik weer uitgenodigd. En dat was groots met al die landen. En nog foto's gemaakt op het plein met minister-president Venetiaan verleden en minister-president Balkeneinde. Mm. En nu in feite ben ik er weer. Dus ik dacht, dit moet ik weer ervaren. Na die 2 jaren, die défilé. Maar ik vond het bijzonder om te zien dat er ieder aanwezig is. Alle volken, 1 natie. Maar toch, ik ben blij dat ik u hier heb. Want ik wil weten wat het verschil is. Want défilé, ik heb ook andere momenten van défilé en parade meegemaakt. En wat we nu zien, en vroeger, het verschilt. Waar ziet u het verschil? Ja, het verschil, ik heb als kind meegemaakt, dat is die oude tijd van de tris. Mm-hmm. Als kind kwam ik al met mijn ouders aan défilé. En dan was het, en vooral met de militairen, had je veel meer materiaal. Ja. Je had materiaal, kolossaal. En dat ja, kunnen we niet vergelijken, want dat moment hoorden we bij Nederland. We zijn onafhankelijk, we zijn een klein land met 600.000 mensen. Wij moeten er wat van maken en we mogen niet vergelijken. Want je kan niet vergelijken met landen als Nederland of Frans-Guyana. Nee. Wij moeten gewoon vergelijken met hier onze grens. Gebieden, Frans-Guyana en Guyana, en daar moeten we samen bundelen. Ja, ja. Maar dat het publiek, de betrokkenheid van het publiek, dat zie ik wat minder. Tenminste, deze jaren zie je van, je hebt minder publiek. Want vroeger, als ik met mijn moeder naar hier kwam, was het echt like drukte. Je kon bijna de president zelf aanraken. Ja, dat klopt. Ja, maar nu moet je echt op een hele verre afstand staan en ja, kijken. Dat klopt. En dat is wat een beetje minder zeggen bepaalde mensen. Ja, dat klopt. Dat heb ik ook ervaren. Nu is het een beetje allemaal op afstand. Mm-hmm. Ik probeerde zelf een foto te maken van de president. En die zegt hij komt eraan. Mm. En zo. Dat was helemaal, heb ik niet eens. Het is me niet gelukt. Want het is... Heb je hem kunnen zien tussen al die veiligheidsmannen? Ja, maar het is niet gelukt. En ik denk, ik ben Surinamer, waar ik in het verleden met alle presidenten foto's heb gemaakt. Want ik ben een burger. En ik noem mezelf wereldburger. En dat vond ik wel een stuk minder. En net wat je zegt, vroeger was je als kind, het was overal druk. Ja. Kolossaal. Ja. Ja, helemaal. En er werd water uitgedeeld, ondanks warmte. Mm-hmm. Maar nu vind ik het allemaal zo sober. Ik heb ook gevraagd aan de familie, wat is er vandaag? Niemand kon me informatie. Het is niet zo promoot. Ik moet zelf opstappen. Ik denk, ik kleed me aan en ik ga naar buiten. Ik ga zelf kijken wat er is. Mm-hmm. Maar ik kreeg geen informatie van families, overal geappt. Ik heb gekeken op Google. Zag ik ook, ik dacht, misschien kijken, wat is er? Wat er vandaag is, maar ik kon ook niet achterkomen. Ik kreeg meer alleen maar de historie van 1950. Ja, ja, ja. Dus dat vond ik een minpunt. Ja, ja. Maar ik ga vanuit, vandaag is weer een dag voor mij dat ik zeg, bezinning voor Suriname. Laten wij elkaar bundelen. Mm-hmm. En voor mij hoop ik dat Suriname weer de echte Surinamer wordt door 1 volk, 1 natie. Een verbroedering met elkaar. Want ik voel wel dat er een beetje verdeeldheid, ja, dat ja, voel ja, ik aan. Ja, 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 en ja. Dat vind ik wel jammer. Ik wil 1 Surinamer zijn, 1 natie. Geweldig, wij feliciteren elkaar. Oké dan, vers, goede Srividentie. Mooi zo. Ja, iemand die het in het verleden Srividentie heeft meegemaakt, tenminste vanaf het begin. En die kan dus dan veel meer zeggen. En dat is ook gedaan. Wij zijn nog altijd live vanuit deze locatie, waar we dus dan défilé brengen. Voor u, nou défilé, ik bedoel Srividentie. Défilé is al geweest, maar vooral uw hoofddoek is mooi. Dankjewel. Hoe gaat het met je? Het gaat prima. Geniet je van de dag? Ja hoor. Ja. Maar je takkie vrienden voor dit zo. Maar je takkie vrienden voor dit zo. Je hebt een takkie nu. Maar vind je een takkie? Wat takkie, mijn zoon, niet aan het voorbij. Maar je wat dan weer takkie toch? Oké. Ja, ik luister. Wat vind je van Srividentie? Voor mij, ik ben al... Ik kwam ervan om te komen. Ja. Sinds ik klein ben, kwam ik met mijn nicht. Mm. Ja, ik moet er niet groepen. Bracht ze me. Dus ik dacht van, ik breng ook mijn dochtertje en mijn neefjes. Ja. Dus we zijn komen kijken. En nu moet je het van afstand volgen? Ja, ja. We waren wel dichtbij, want we waren aan die kant. Oh, aan die andere kant ja, nog? Ja, aan de andere kant. Dan kon je die mensen. Maar dichtbij de president? Nee, nee, nee. En dat wil je aanraken. En dat, je wilde hem aanraken? Waar wilde je hem aanraken?
channel. Ik vraag waar je op wilde aanraken. Ik volg niet. Hey, dag schat. Altijd zo grappig om die dingen te zien. Altijd live uit deze locatie. Praten jullie Nederlands, Engels? Wat doen jullie? Nederlands. Nederlands, daar ga ik ook zitten. We gaan met je. We zijn live hoor, we zijn live op televisie. Ja. Hoe gaat het met jullie? Ja, goed. Met u ook? Jij komt vanuit België? Nee, het Nederlands. Maar de Belgen praten anders toch dan de Nederlanders? Ja, Achterhoeks. Wie komt vanuit België hier? Nederland. Oh, Amsterdam? Rotterdam? Nee, Arnhem. Hilversum? Arnhem, kent u dat? Arnhem, ja. Dat ken ik, ja. Lekker bij de boeren. Ja. Ik heb vrienden daar. Maar luister nou, wat vinden jullie van Srividenti? Ja, leuk. Ik zit wel lang te wachten nu op die parachute, maar het is wel leuk. Ja. Jouw eerste keer? Ja, onze eerste keer. We lopen hier stage, dus voor ons is alles hier de eerste keer. Mooi. Zeker. En heb je gekeken naar die défilé-parade? Of weet je niet eens wat dat is? Ja, we hebben het gezien. Ja, we hebben het net gezien. Ja, nee, dat was en dat leuk. Vind je wel best wel leuk. Ja, zeker. Ja. Ja. Ik vond het wel leuk. Maar we hebben voornamelijk meer gekeken. Ik zat natuurlijk weer op de grond. Ja. Wat neem je mee als je terug bent? Veel ervaring. Mm-hmm. En veel, wat neem ik mee? Relaxen. In Nederland is allemaal go. En hier is het allemaal lekker... Dan moet je constant rennen naar trainen en al die dingen. Maar goed, hier niet. Nee, hier niet. Mm-hmm. Dus wat nemen we nog meer mee, jongens? Eten. Eten. Ja, eten. We hebben wat heb je al gegeten? In het begin hebben we heel veel rijst met bonen gegeten. Okay. En heel veel bami's, ook heel veel. Hossi. Ik zit even iedereen na te kijken. Jullie hebben alles gegeten. We hebben alles gegeten. Maar zeker, het eten is hier heel lekker. Okay, okay. Vooral heel bijzonder. Hey, succes. Dank u wel. Dankjewel, guys. Ja, dankjewel. Hoi. En dan gaan we verder. En zo hebben wij gesproken met die stagiaires live hier. DTV, waar de televisie kijkt. Mevrouw, uw kleding is mooi. Hoe gaat het met u? Goed. Ja? Ik ben geschrokken. Hey, hoe gaat het? Goed. Mooi, zo van Basie. Ja, wat vond je van die défilé? Geweldig. Je hebt gekeken dus? Jawel. Mooi. En 48 jaar, Serenang. Wat zegt dat jou? Heel veel. Ja. Ik weet niet waar. Ik heb gehoord, het is wel heel veel, maar... Dat is waar. Ja. Maar goed, je bent met je gezin, je familie en het gaat wel leuk. Jawel. Succes. Dank u. Ik heb je aangevallen. Hè? Mooi, dat is gedaan hier live, DTV, waar televisie kijken absoluut anders is. En we zijn dus daar bezig om te praten met mensen over wat er allemaal hier dus dan gaande is. Maar goed, we zien meneer... Mooi. Het wachten is op de mensen die dus dan straks een soort van demonstratie zullen geven. En we wachten dat moment af om te zien hoe ze dus dan met parachute naar beneden komen. Maar goed, wij danken u wel voor het willen kijken. Later komen we weer live met veel meer flitsen vanuit het Onafhankelijkheidsplein. Ik ben Gerald Harderwijk, Roberto Omskerk, de cameraman. Tot zo.